Nou, ik denk eerder misschien buitenlanders die hier naartoe verhuisd zijn. Een paar Marokkaantjes, denk ik, hier op Urk. Ja, Bart, de oorlog in Israël-Palestina. Het is natuurlijk gruwelijk. Het brengt ook gruwelijke dingen met zich mee, ook hier in Nederland. Heel de Goegemeente gaat erover los. Elke talkshow-host vindt er wat van. Ook mensen in Urk vinden er wat van. Vandaar dat de Israëlische vlaggen zijn gehesen. Maar die zijn nu structureel nacht aan nacht in de fik gezet. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat het in Urk gebeurt is misschien wat verrassender dan als het in Amsterdam of in Den Haag of in Rotterdam of in de Schilderswijk zou gebeuren natuurlijk. Maar het is niet zo heel verrassend, want we zien hoe gewelddadig en agressief de reactie is van Palestijnse sympathisanten. Dat zien we bij de demonstraties die we in Rotterdam bijvoorbeeld is geweest. Daar wordt gewoon puur Hamas-propaganda verspreid. Dus ja, verbaasd zijn we er niet over. Nee. Hoe erg is dat, dat je er niet meer verbaasd over bent? Ja, eigenlijk natuurlijk verschrikkelijk. Alleen alles went, hè? En ook geweld went. En ook haat en racisme went. Want dit is dit, hè? Dit is puur racisme. Dit is pure haat. Dit is geweld. Ja, zielig. Raar eigenlijk. Want ik bedoel, wij zijn hier toch op ons eigen dorp. En dan zou je verwachten dat je mag doen wat je wil. En wie heeft er dan te maken met wat wij hier willen uitdragen? Ja. Dat zijn bepaalde mensen die hier ook maar gekomen zijn, vaak vanuit het buitenland. Zeker, ja. Ja, dat was ook verhaal in het... Wat zegt u, mevrouw? Het waren geen echt Turkers, het waren importeurs. Komt u vooral hier, want anders kan ik u niet horen. Oh, die mevrouw zegt net dat het geen Urkers zijn die de vlag in de fik hebben gezet, maar import-Urkers. Ze zeggen het, ja. Wat zijn import-Urkers? Nou, ik denk eerder misschien buitenlanders die hier naartoe verhuisd zijn. Een paar Marokkaantjes, denk ik, hier op Urk. Waarom denk je dat zij het hebben gedaan? Nou, ze zijn ook Free Palestine. Bent u er bang voor om zich uit te spreken over wie mogelijk hier de dader voor zou zijn? Bang? Nou, bang laat ik me niet maken. Maar ja, je krijgt wel een bepaald gevoel, hè. Ik heb ook de vlag hangen, maar ik haal hem 's avonds wel weg. Ik vind het wel dat ik denk van, zal ik camera's gaan ophangen? Of daar ga je wel aan denken. De belangrijkste politieke stroming op dit moment in Nederland is het zogenaamde jamarisme. Dat is een term van een collega van mij. Het is allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt in Israël en hier. Maar, en dan krijg je dus de verhalen van Johan Derksen. De Joden hebben het er zelf naar gemaakt. Hamas is maar een heel klein groepje, die staan niet voor de Palestijnen. En er wordt zoveel uit de kast getrokken wat totaal geen feitelijke basis heeft. En wat wel klakkeloos wordt overgenomen in een groot deel van de Nederlandse media. Laten we eerlijk zijn, Hamas is democratisch in het zadel geholpen in Gaza door de meerderheid, de overgrote meerderheid van de Palestijnen. Er is geen enkele reden de afgelopen 18 jaar dat ze aan de macht zijn geweest aan te twijfelen dat ze niet nog steeds gesteund worden door een meerderheid van de bevolking, zowel in Gaza als op de westelijke Jordaanoever. Dus ja, tuurlijk, het is verschrikkelijk als onschuldige burgers geraakt worden. Van alle kanten. Dat staat buiten kijf. Maar we moeten ook weer niet doen alsof Hamas geen enkele binding heeft met de Palestijnse samenleving. Want dat is gewoon simpelweg niet waar. Hoe denkt u dat deze mensen antisemitisch zijn? Nou, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ze worden al zo opgevoed, hè? Ja, ik denk vooral misschien woede. Misschien zijn die voor de tegenpartij. Dus voornamelijk dat ze het dan niet kunnen hebben dat hier zoveel mensen voor Israël zijn. Het is nu oorlog. Onthoofdingen, we hebben het over vrouwen, kinderen, we hebben het over 40 baby's in één kibbutz die vermoord zijn. Verwacht je echt dat Israël, zijn gezworen vijand die dit gedaan heeft, nu gaat zitten bevoorraden? Verwachten we ook dat Oekraïne graan en gas naar Rusland en naar Poetin gaat sturen? Niemand vindt dat. Ik maak me wel zorgen natuurlijk. Iedereen die vindt deze situatie niet fijn. Maar door gebed en door toch het vertrouwen wat wij hebben, wat de Bijbel zegt over Israël, dat het uiteindelijk Gods land is en dat God voor hun uiteindelijk op de bres zal staan, zal ik niet zeggen dat er niks gebeuren kan. Maar ik heb wel vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. Nou, doe je best, vriendelijke vriend. God almachtig. Sorry, die ja. Die. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!